heel vaak wordt een heemkring geassocieerd met een, ja, ik moet kijken wat ik zeg natuurlijk, want we zitten hier met zoveel mensen van het bestuur. Oudbollige verenigingen of mensen die zich bezighouden met het verleden, nostalgie en weet ik veel. En ook heel vaak het verwijt zo van, ja, we houden ons vooral bezig met onze eigen geschiedenis. En met eigen bedoel ik dan, om het woord nog maar eens te gebruiken, een autochtone geschiedenis. Nu, in Genk is dat natuurlijk een heel ander geval, omdat wij hier met een heel andere samenstelling zitten van de bevolking uiteraard. En naar aanleiding van natuurlijk die 50 jaar bilaterale akkoorden met Turkije, was het een ideale gelegenheid om hier vandaag die tentoonstelling te openen. Een tentoonstelling over, die eigenlijk tot stand is gekomen, moet ik zeggen, op vraag van de stad voor een stukje, maar ook van de Turkse gemeenschap. En ik zou ook hier heel graag mee met Karacan willen bedanken, omdat hij uiteindelijk de trekkende motor is geweest achter deze tentoonstelling. Want aanvankelijk hadden we gevraagd om foto's aan te leveren, maar dat was zo'n beetje terughoudendheid, zal ik maar zeggen. Totdat het op Facebook verscheen en dat de mensen dan zagen, ah ja, het heeft toch wel een bredere betekenis en dat de mensen ook die terughoudendheid hebben achterwege gelaten. Dan zijn we ook vandaag hier met een prachtige samenwerking waarin we inderdaad het Vlaamse, hè, en dan nog geschreven met SCH, erfgoed eigenlijk een stukje uitbreiden naar het multiculturele erfgoed. En dan wil ik toch de Heemkring van harte bedanken voor het feit dat zij die geschiedenis van Genk toch ook wel centraal zetten en daar heel breed in gaan. En we ook in de kijker willen zetten en ook zeggen van kijk, dit is toch wel een wezenlijk deel van onze geschiedenis.